De Dussenaar is op slot deze zomer. Maar liefst zes weken kunnen diverse gebruikers en verenigingen de multifunctionele accommodatie niet gebruiken. Vooral voor de ouderen een domper. Swoens en morgens is er koffie drinken in de Dussenaar. En wanneer ik in de gelegenheid ben dat ik niet naar een arts of dergelijk moet, dan ben ik uh, ook present om koffie te gaan drinken. Dan doe ik ook graag mee met het. Uh, de maaltijd, eens in de maand. En dat vind ik ook heel prettig en wordt heel goed verzorgd. Dus ze hebben echt een plan op de hoed nodig. Lia Kiwiet is een van de vrijwilligers die de diverse activiteiten organiseert voor de ouderen. Elke woensdag is er koffietijd. En de tweede vrijdag in de maand hebben we eetpunt. En dat is echt voor de, ja, de leeftijd eetpunt voor 65 jaar en ouder. En er zijn 40 personen die daar naartoe komen en ze vinden het allemaal geweldig. En voor deze personen en de vrijwilligers kwam de sluiting als een verrassing. Dat hadden wij helemaal niet verwacht. En eigenlijk, ja, waarom snappen wij niet? De Dusselaar dicht, het is een dorpshuis. Juist voor mensen en dan een Dusselaar dicht. Bij ons mogen ze de rij gelijk opgeven voor de volgende keer. En zouden we zouden dus 13 juli en in augustus ook een maaltijd organiseren. En we moeten helaas 40 mensen teleurstellen. En in deze tijd eigenlijk nog extra. Want ja, kinderen, kleinkinderen zijn op vakantie. En dan was dit toch de mogelijkheid dat ze er ook even uit waren. En gezelligheid. En daar moeten ze nu missen. Ook Mientje gaat het samen koffiedrinken op de woensdagochtend. en het maandelijkse samen eten deze periode missen. Het is wel heel erg jammer dat voor heel veel oudere mensen dat dat allemaal wegvalt. Juist nu de kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan en dat ze toch al een hele dag thuis alleeners zijn. Wethouder De Gelder laat weten dat alle MFA's en dorpshuizen in de zomer in de gemeente Werkendam sluiten. Dus ook de Dussenaar. Bovendien zou de wethouder niet met andere horecagelegenheden willen concurreren. De gemeente beaamt dat de sluiting vervelend is en streven er ook naar dit volgend jaar te voorkomen. Volgens de gebruikers zal het mooi zijn als er dan een vaste beheerder komt... Want die is er momenteel niet. Ja, vrijdags moeten we ook helemaal ons eigen doen. Want een beheerder is hier niet in het gebouw. Dus ja, dan doen we ook al alles. Zelf meebrengen van theedoek, noem maar op. Van ja, je kan het niet verzinnen wat we nodig hebben. Dus eigenlijk hadden we gewoon ons maaltijd kunnen bereiden. En hadden door kunnen gaan. Dat dan toch spoediger een, 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 een ja een beheerder komt die dat kan, want uiteindelijk was het dus als dorpshuis bekend. En nu start net alles op, juist zo goed. En nu sluit alles af wanneer het juist zo nodig was.